En nog twee wedstrijden te gaan heeft ongeveer zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om promotie naar de derde klasse. In Waskenmeer werd er met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Randy Balzala. Ja, speciale verzoek van Theo Meijerhoff. De speler van Waskenmeer staan hier met Rudy Pol, de trainer. Theo Meijerhoff, speler van Waskenmeer. Ik ken hem niet, maar vergeet hem niet, nu niet weer. Hij heeft er wel op schijf gezet in het programmaboekje. Ja, ik koop normaal nooit een programmaboekje. En nou, vandaag wel. En toen las ik dat verhaal in. Denk ik, ja, dat is een leuk begin. Dus ik heb het programmaboekje in me rond laten gaan in de kleedkamer. Dus de messen waren geslepen vanaf minuut 1. Eén voor de duidelijkheid. Hij refereerde even aan een wedstrijd 3 jaar geleden. Jullie eerste seizoen in de 5e klasse. Nou, we herinneren ons natuurlijk. Een inhaalwedstrijd. Jullie konden nog om het kampioenschap strijden. En die bal lag elke keer over de hekken. Geen bal te vinden elke keer. 20 minuten blessuretijd. Een hele vervelende wedstrijd was het destijds. Ja, dat was wel een vervelende wedstrijd. Maar dat was toen. Dus, toen zijn we dus net niet gepromoveerd. Nou ja, later wel. Dus vandaag winnen we hier met 1-0. Maar je hebt het inderdaad even gebruikt in de kleedkamer. En ik vond ook dat jullie daar heel goed mee omgingen. Want jullie bewaren de rust. Ja, de eerste helft wel. Waren we wel behoorlijk rustig en de voetballen wel goed. Voor mij had hij in de tweede minuut een goede kans. Die pakte Ronald Post en vanaf toen hadden wij alles goed onder controle. En toen creëren we eigenlijk kans op kans. En voor mij was het in de 13 of in de 14 minuut maken we de 1-0. Prachtig doelpunt, mooie crosspaas Guido op Randy. Ja, het was een prachtige paas van Guido. Nou, Randy neemt die bal in één keer goed mee, heeft hem goed liggen en schiet hem keihard diagonaal binnen. Ja, en toen vergaten wij het echt wel uit te lopen naar 2-3-0. Want we hebben de rust al minimaal met 2-3-0 voor moeten staan. Ja, ik noem ze even, Randy Balzala alleen voor de keeper. Ja, die moet hij maken alleen voor de keeper. Ruben voor mij nog een keer alleen voor de keeper. Schot van Stanburg voor mij. Nou, we hebben wel weer behoorlijk wat mogelijkheden laten liggen. Ja, oké, je laat die mogelijkheden liggen. Maar ik vond het voetbal in de eerste helft misschien wel een van de beste helften van de tweede seizoenshelft in ieder geval. Ja, ik heb ze ook nog een keer aangesproken op een verantwoordelijkheid. Als je graag wat promoveren, zullen we het samen doen. Ik kan niet dat er 4 man alleen voorop in de strijd gaan en dat er 7 man staan te kijken. Dus vandaag was het toch wel weer een team wat er stond. Wat ook lekker was, denk ik, even dat die regen, want op zo'n veld hier, dan is het goed dat die bal een beetje wil glijden. Ja goed, wij zijn dus verwend met kunstgras en we hebben nu 2 weken op gras getraind, dus dat is ook niet al te best. Dus je went er wel aan. Ja nee, goed, het is de tijd van het jaar. Hè. Ze zullen hun best ook doen om hier een goed veld neer te leggen. Maar ja, voor hetzelfde geld is het een droog veld, daar wil ik hem even mee zeggen. En dan wordt het nog lastiger. Nou, dan denk ik dat je wel een beetje apart voetbal krijgt, dat die bal alle kanten opstuit. Dus dat was wel een voordeel dit buitje. Nou goed, dan is er even een opstootje vlak voor de rust. Maar dan ga je de tweede helft in en begin je eigenlijk wel weer goed. Ja, gelijk naar rust kregen we gelijk weer twee kansen. Ik kon niet goed zien wie die bal die eerste kans miste. Ja, die hadden gewoon ingemoet, die bal werd goed teruggelegd. En vanaf de 11 meter was het voor mij de hoek uitzoeken en dan schoten ze weer op de keeper. Dus dat was wel jammer. Ja, en dan is het eigenlijk een beetje een kwestie van billen knijpen. Want ja, je staat een beetje in dubio misschien wel. Of zie ik dat verkeerd? Nou, we vergaten gewoon de laatste half uur te voetballen. De mogelijkheden lagen toch op het middenveld. Ja, Guido viel in de rust uit met die voor mij gekneusde rim. En ging Randy op 10 spelen, zeg maar. Maar die zakte af en toe wat te ver uit naar rechts. Dus hij kon eigenlijk elke keer zo het centrum bij ons inlopen. Maar ja, zij speelden alles lang, dus we konden toch nog wel behoorlijk makkelijk overeind blijven. Ja, behalve dan, of ja, je bleef inderdaad makkelijk overeind. Behalve Meijerhoff op laatst. Ja, had hij die bal bijna nog kunnen binnenglijden? Ja, hij had al lange been, dus hij kwam voor mij 3 centimeter tekort. Dat klopt. En verder, wat ook gevaarlijk was, waren die lange ingooien van die nummer 12. Ja, nou ja, ik was dinsdag aan het kijken geweest, toen speelden ze bij Pessen. En vooral in standaard situaties waren ze daar behoorlijk gevaarlijk. Dus ik had de jongens er goed voor gewaarschuwd. Maar ja, als je dat weet, dan moet je niet die bal zo kort bij de achterlijn over de lijn schoppen. Dat is die elke keer die bal. Het zijn gewoon complete corners wat de jongen gooit. Dus dat was niet zo heel erg slim van ons. Maar goed, kijken we even naar eindstand 0-1 dus. Je pakt 3 punten. Op het moment van spreken weten we de eindstand nog niet van Borgen. Maar die stonden in ieder geval bij de rust met 2-0 voor. Elum staat er ruim voor. 2 wedstrijden te gaan. Ja, 1 puntje achter op Elum. 2 voor op Borgen. Ja, hopen dat Waskenmeer hier een goede pot neerzet dinsdagavond. En dan zaterdag afmaken. Dat zou mooi zijn. Kijk, Borgen speelt toch al die vooruit. En Waskenmeer die speelt toch een beetje meer op de counter. Dus er zal wel heel veel ruimte achterling bij Borgen. En dan is Waskenmeer toch wel een gevaarlijke ploeg. En dan geven we Theo Meijer of een kratje bier? Dan geef ik hem een kratje bier. Dan kan hij de rekening opsturen naar Overveen.